Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe pack opening. Het is weer tijd dat we celebrations gaan openen. En deze, toen ik deze kocht, dat is best al een tijdje geleden. Ik heb echt lang, lang bewaard. Ik denk wel in meer dan 2 maanden al heb ik deze bewaard. En ik heb voor deze veel meer betaald dan voor de eerste, omdat ze echt veel schaarser zijn nu. Maar ik vind dit wel een hele vette set. En ik hoop zo graag die shiny Mew, die gouden kaart eruit te trekken. In zo'n ETB zitten namelijk van die coole normale packs, zeg maar. En daarna verder celebration packs. Als het goed zitten er 5 normale packs in. En 10 celebration packs. We gaan eerst die 5 normale packs openen, dan de 10 celebration packs. En daarna heb ik achteraf nog een soort van verrassing. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Alles valt zo wat uit elkaar. Even kijken, die gooien we daar gewoon op de grond neer. Net als deze ding. En die ding. Ook zo. Ik heb je shiny. Ja, dan is het Sander, dan is het straks alleen maar een teleurstelling. Ik vind het vet. Ik hoop dat jullie het ook vet vinden. Pas op dat je kaart niet worden weggeblazen. Ja, de storm is pittig bezig, ja. Dit keer heb ik geen foute pack dat er een pack te weinig in zit. De vorige keer bij de ETB-opening had ik dat wel. Ik weet niet of sommigen van jullie dan kunnen herinneren. Er zit 1 Chilling Rain in, 1 Battle Styles, een Vivid Voltage en een Darkness Ablaze. Oh, en nog een Darkness Ablaze. En dat is alleen maar mooi, want de Darkness Ablaze heb ik als enige van die sets nog niet helemaal geopend. Dus misschien dat er wel een vette kaart in zit. Even kijken of deze pack aantal klopt. Ja, 10 Celebration Packs. Dus dat klopt ook. Dan leg ik die hier eventjes netjes neer voor mezelf. Verder zit er altijd nog meer onzin in. Oh ja, nog wel van die TCG Online dingen. Van die sleeves die ik toen niet ga gebruiken. Die gaat in mijn speciale doos. Zo. Oh ja, Shiny Greninja, die zit er altijd bij. Nog meer onzin. En Energy Card. Zo. Nou, deze zal ik allemaal hier gewoon in het doosje apart leggen. Die is voor nu niet belangrijk namelijk. Er zit een Digimon kaart in? Misschien wel. Ik heb Sander lekker geteased en ik hoop dat het teleurstelt achteraf. We beginnen met een Darkness Ablaze pakketje. En dan uiteindelijk gaan we bij de celebrations komen als we de 4 normale packs hebben geopend. Zo. Zo'n TCG online kaartje even wegdoen. En dan was het 3 of 4. Oh, ik denk 4. Ik denk dat het 4 van achter was. Het is erg lang geleden dat ik Pokémon kaart heb geopend. Dus ja, het is 4. In ieder geval. Dus dat is mooi. In deze celebration zitten twee nieuwste nog niet. Of ja, de nieuwste, de Fusion Strike zit er natuurlijk nog niet in. En volgende week komt er als een nieuwe set uit. Die krijg ik ook binnen. Dus dan is er iets om wat om naar uit te kijken. We hebben een Fire Energy. Een Zwellis. Familiar Bell. Struggle Gloves. Oh, ik pak er eentje te veel. Sander's favoriete Pokémon. Sander, je hebt meteen geluk vandaag, je favoriete Pokémon. Dino. Jigglypuff. Dunsparce. Klink. En Reverse Holo Skarmory. En oh mijn god! Een shiny Colossal. Oh, see! Wat een opening. Een shiny Colossal. Oh mijn god. Dit is een fucking zeldzame kaart uit die set. Jammer dat hij hem niet scherp stelt. Ik had deze niet eens verwacht. Oh mijn god. Holy shit. Fucking vet. Ik ga... Oh mijn god. Oh mijn god. Je ziet op het plaatje niet goed dat hij blauw is. Maar hij is blauw. Dus het is echt een shiny. Holy shit. Dit is een fucking vette kaart. Ik denk dat hij ook goede staat is hoor. Wow, yo. Nice. Ik doe meteen zo'n harde sleeve omheen. En Sander, ze weten wat ze zeggen over de vrouwkes. We houden van die harde sleeves.
Zo, ik even een hard sleeve doen, want dit is een te belangrijke kaart om daar niet bij te doen. En dat gewoon niet eens uit een boosterbox, gewoon uit eigenlijk een random pakketje. Kijk, als je nou een box van 36 kaarten opent en hij zit erin, dan is dat nog steeds fucking vet. Alleen dan is de kans natuurlijk groot. Alleen één pakketje. En ook nog eens van de set die ik nog nooit geopend heb. Krijg hem niet helemaal in, zoals jullie misschien doorhebben. Zeker. Zeker, Jordi. Ik wil hem niet beschadigen. Maar ik krijg hem er niet mooi in. Wat een eerste pack van de dag, zeg. Holy shit. Oké. Laten we nog een Shiny Colossal gaan trekken uit de volgende Darkness Ablaze pakketje. Twee, drie, vier. En we gaan beginnen met de energy. Wacht, we gaan wel even naar de volgende. Misschien dat hij dan beter scherp stelt. Branden met het karton, doe eens even normaal. Het was een Laren in ieder geval. Oeh, dit is een hele vette Pokémon in Arceus, in Legend Arceus. Hij is niet Scherpingstelling, dat klopt, Sander. Hij wil vandaag echt niet, what the fuck? Ja. Parasect. Spikemuth. Fletchling. Wimpod, Grimer, Klink, Ducklet, nog een Ducklet, Reverse Holo en een Tevil, niet eens holografisch. Oké, één hele goede kaart uit de twee Darkness Ablaze pakketjes. Dan wordt het volgende pakketje dat we gaan openen Vivid Voltage. Ik wil nog wat vet is uit dat eerste pakketje dat gewoon en Sander's lievelings-Pokémon en een Shiny Colossal. Holy shit. Ik zal die Skitty naar je opsturen, Sander. 1, 2, 3, 4. Spike me zo'n screenshot van de game, ja, klopt. Nee, ik had niet Torkoal, ik had Skitty, Sander. Dat is toch jouw lievelings-Pokémon? Nou, net werkte dit supergoed. Ja. Lightning Energy. Galvantula. Go-Goat. Winden Stadium. Pick-a-Pack, Mudbray, Joltik, Wheel, Talo. Oeh, die is wel vet, die Reverse Holo Wash Energy. En Duraludon Holographic. In ieder geval een Holographic. Zo. In ieder geval een holografische kaart. Zo, dan hebben we nog een pakketje Battle Styles.
Dat klopt. Dat klopt, Jordi. Alles wat je zegt met Sander en Skiddy, dat klopt. Gaan we weer eventjes laten scherpstellen op mijn hand. Dat hielp net de vorige keer. Ja, Fire Energy. Grumpig. Energy Recycler. Girder. Tapic. Honedge. Electabuzz. Baltoy. Gligar. Reverse Holo Ponyard. En een Holographic Steelix uit de Battle Styles. En dan hebben we nog maar één regular pakketje te gaan. Dat is het pakketje van Chilling Rain is dat. En dan gaan we aan de leuke pakketjes beginnen. Al moet ik zeggen, nu ik die shiny heb getrokken, ben ik al super blij. Als er een jamper in zit, Sander, dan verbrand ik het pakketje. Fire Energy. Curlia. Volk Crystal. Brawly. Sobble. Squaffet. Inkay. Scorbunny. Tickletit, tickletit. Trio. Venipede. Een Reverse Holos Venipede. En een Walrein. Oké, nu gaan de echte pakketjes beginnen, boys. En girls, als er girls zijn, zeker. Kijk eens. 10 van die pakketjes van de Celebrations. Celebrate good times, come on. En ik probeer ook niet te kijken, zeg maar, welke kaarten te zien is als eerst. Omdat het maar 4 kaarten zijn in deze packs. Holographic Ho-Oh. Nou, nu is alles holographic volgens mij van deze set. Dus de Ho-Oh. Volgens mij heb ik die al best wel veel. Ik had eigenlijk van tevoren even moeten kijken welke kaart ik al heb en welke niet. Ho-Oh. Lugia. Oh, nice! Venusaur en Flying Pikachu. Oh mijn god, nice! Deze is heel ziek. Deze is heel ziek, deze Venusaur. Very kabooming. Heel ziek. Een van mijn minst favoriete starters, maar wel een hele vette kaart. Die gaan we eens even dubbel sleeven. Deze ging toch iets makkelijker dan die ding van net. Even kijken. Zo. En eigenlijk moeten die andere kaarten ook gesleeved worden. Dus dat doen we ook even. Het zijn holografische kaarten, dus. Dan slieven wij die gewoon even. Dan kunnen we eventjes kijken wat de chat nog eens te zeggen heeft. Do you assume gender of Jordi and Sandering? Nee. Zal ik nooit meer doen, Sander. Ik zal nooit meer jouw gender assume ringen. Ben jij zo'n assumeril? Want ik heb je gender geassumed. Zo net Tokopi fail, oef. Maar ja, ik had gisteren een Turtwig fail en die deed ook pijn. Oh, maar jij had ook gisteren 2 fails. Ja, dat was niet zo leuk, Sander. We beginnen weer met een luierige Gia. Oeh, ik zag wel wat. Kan goed zijn. Lugia.
Cosmoem. Wat een kutkaart zijn dat. Al die hele line is echt kut als je die krijgt. Ja, en een Bidoofil, toch? Cosmoem. Oh, die Mew. Nice. Die Mew. Die heb ik al een. Maar die is wel vet. Mew X. Hele vette kaart. En Lunala. Die Mew is zeker een vette kaart. Is een dubbel sleeve waardig, vind ik in ieder geval. Voor de mensen die zich afvragen, Milan, wat ga je na je pack openings doen en na de verrassing? Dan ga ik Legend Arceus livestreamen. Dus als je wilt joinen, dan ben je zeker welkom. Natuurlijk, welkom mensen op YouTube die de uncut versie kijken. Want ik cut ze niet. Vandaar dat ze uncut heten. Oh, en deze moet ik eigenlijk ook allemaal slaven. Yo, dit is mijn boy Paddying. Oh, je bent best wel op tijd, Paddy. Je bent best wel op tijd. Ik heb pas twee Celebrations pakketjes geopend. Maar we hadden de jackpot al in een Darkness Ablaze pakketje die bij deze ETB zat. Dus ik ben al een blij, jongen. Nog acht van deze mooie pakjes te gaan. Ah, ik snap ik. En volgens mij is het dus zo dat je bij deze set dus één toch wel een card trick hebt om er eentje vooraan te doen. Dat de beste zeg maar op de derde plaats zit. We beginnen met een magische Solgaleo. Laten we eerst er even op mijn hand inzoomen. Dat hielp de vorige keer. Solgaleo. Sander heeft auto's even aanstaan. Dialga. Reshiram. En Zekrom. Wat een kutpack was dit. Een nare pack was dit. Maar die horen er ook tussen te zetten, hè. Ferry, had je meegekregen dat ik Shiny Turtwig heb gefailed gisteren? Very sad. Ik gooide in plaats van een Pokéball. Oeh! In plaats van een Pokéball gooide ik per ongeluk een Pokémon en toen rende die weg. Oh, niet meegekregen. We hebben Professor's Research. Dit is best wel een redelijk veel gebruikte kaart in de TCG. Als in de game. Professor's Research. Groudon. Cosmog. En Palkia. Weer een kutpakketje. Ja, we zoeken natuurlijk naar die Charizard en naar die Shiny Mew. Zo. Oké. Volgende pakketje. We hebben Pikachu. Pikachu. Zo'n Goro Goro Pikachu hebben we. Zo'n, ja, ik mag niet vet shamen, maar deze Pikachu is niet zo mooi. Een Groudon. Een Kyogre. En. Oh, Birthday Pikachu. Dit is volgens mij best wel een veel gewilde kaart. Deze Birthday Pikachu.
Hey Paddy, maar wat was er gisteren gebeurd op stream waardoor hij verwijderd is? Nu ben ik heel erg benieuwd namelijk. Ja, ik weet niet waarom Sander's ding verwijderd is. Daarvoor moet je bij Sander zijn. Zo, mooie birthday Pikachu. Dat is best wel een veel gewilde kaart, dus daar ben ik wel blij mee. Zo. Volgende. Ik stuurde Sander een TikTok waar een verboden woord in kwam. Dus toen was Sander zo slim geweest om hem even offline te halen. Professor's Research. Palkia, Reshiram en Cosmog. Dit was echt een rukpakket. Zo. Zo. Hoeveel nog te gaan? Nog vier in totaal. Zo. Was die TikTok grappig? Hij was vooral heftig. Ik stuurde ook niet omdat hij grappig was, maar omdat hij heftig was. Ik kan hem ook wel naar jou sturen hoor, Paddy. Flying Pikachu, Cosmoem, Reshiram en. Oeh, Xerneas EX, die heb ik nog niet. Deze is heel ziek. Dit is een hele vette kaart. Is een hele vette kaart. Was inderdaad een sick second Cody clip. Oh mijn god. Hele vette kaart. Holy shit. Ja, heb je die in TC Go? Nice, Sander. Gesleept. In een hartsliefje. Zo. Oh ja. Deze slechte kaarten nog even insleeven. Ja, veel mee gespeeld in de X en Y era. Nice. We hebben Professor's Research alweer voor de 1 miljoenste keer vandaag. Dialga. Cosmoem. En Xerneas. Nee, maar dat komt waarschijnlijk, Sander, omdat je er wat over op Twitter had gezet. Als je nou niks had gezegd. Dan had hij niet eens geweten dat hij offline was geweest. Is gehaald. Dat was niet zo'n slimme set van jou, Sander. Oeh, ik moet Sleeves gaan pakken, kut. Met nog twee packjes te gaan moet ik Sleeves pakken. Hier.
Eén na laatste paar keer hier. Zo. We hebben Lunala. We hebben Palkia. Ik hou ze ook niet goed vast eigenlijk, hè. We hebben Dialga. En als coole kaart Rocket Zapdos. Volgens mij is die ook nog wel heel nice. Die heb ik ook nog niet. Rocket Zapdos. Kiboom. Wel, dit is wel een vette kaart. Ik hou van die glinstering die ze hierop gebruiken. Is dit niet ook de glinstering die ze bij een Starlight Rare gebruiken, Paddy, bij Yu-Gi-Oh? Nee? Ja. Zo. Oeh, ik merk aan het gevoel dat dit andere sleeves zijn. Dit zijn veel dikkere sleeves. Ik weet niet of ik het fijn vind, maar... Ja, maar als je heel serieus, naast Jordi is er niemand die ooit een stream terugkijkt. Laatste pakketje van de dag en dan gaan we door naar de soort van verrassing. Maak je het vooral niet te groot. Wist je dat het waait? Ja, het waait pittig hard. Pittig harding. Nee, geen Yu-Gi-Oh! Pack opening. Solgaleo. Reshiram. Colsmog. En de laatste Pokémon kaart van vandaag. Impostor Professor ook. Oké. Ik weet niet zo heel goed of die cool is, zeg maar. Hij ziet er cool uit, dat wel. Maar ik weet niet zo goed of die veel waard is, zeg maar. Ik denk het namelijk niet. Alleen hij heeft ook... Oh, ik vind het wel een mooie kaart, dat wel. Is dat James? Nee, het is Impulsor Professor ook. Van die ene aflevering. Oh, die aflevering. Die ene. Dan gaan die nog allemaal in zo'n een kleine sleevey. Die zit aan mijn berichtjes te sturen. Oh, oké. Okay. Zo. Cosmog, Reshiram, zo, nou dan zal ik alle gesleeveden even wegpakken hier. Zo. Hoe kan ik dit het best doen zonder dat alles fout gaat? Niet. Oké. Duidelijk. De rest ruim ik zo meteen even op. Want dat is nu op dit moment gewoon eventjes niet het belangrijkste wat we aan het doen zijn. Ik ga jullie eerst natuurlijk de kaarten laten zien wat we vandaag... Nou, dat zal nooit gebeuren, Jordi. Venusaur hebben we gepoeld vandaag. Dit is de beste pool van vandaag. Shiny Colossal. Hele vette kaart. En Mew X. Birthday Pikachu. Xerneas. Rocket Zapdos. En Impostor Professor Oaking. Zo. En natuurlijk wat TCG online kaartjes. Bij mijn verzameling. Die kan ik nog... Oaking, dat is zeer zeker een Engelse kaart.
Nu is het tijd voor dit pakketje. Wat zit er nou in? Wie weet, wie weet. Oh, kan alleen... kan erbij, gelukkig. Maar Nando en Sander, hey, laat maar raden. Jullie zijn zeker vanavond niet beschikbaar voor Legend Arceus, omdat jullie gaan chillen met jullie groupies. Lekker ongeknipt. Mensen die dit op YouTube zien, skip vooral naar voren. In de dating. Hij komt over 30 minuten, dat bedoel ik. Jullie zijn een beetje jammer dit. Oké. Okay. Ik probeer hem netjes open te krijgen, maar hij zit goed dicht. Hier moet er nog een sneetje komen. Zo, nice. Tot 9 moet wel lukken. Nice. Kijk. Oké, het is een soort van uitgepakt. De rest kan allemaal weg. Moet er heel even versiering veranderd worden. Eigenschappen. Bladeren. Opening. Ik heb mijn gegraded kaarten terug. En er zit een peel off to reveal op. Dus ik heb deze kaarten laten graden. En ik kan nog niet zien wat het is geworden. Dus we kunnen nog raden wat het eventueel is geworden. Ik heb een kaartje erbij gekregen. Die kan ik jullie wel even laten zien. Met thank you, onze favoriete kaart. Was Umbrian Star die ik heb ingestuurd. Dus dan weten jullie al eentje die ik heb gestuurd. Primary grade was Chat. Volgens mij was dat de vorige keer ook Chat die mijn kaart heeft gegraded. En de head grader was Tyler. Zit er altijd bij, vind ik altijd leuk. Vind het altijd wel interessant om te weten welke kaart zij het interessantst vonden die ze gegraded hebben. Ja, dat gaat dus echt allemaal handmatig. Dit is de eerste die ik heb opgezocht. De glinstering zal lastig worden, maar dit is de Umbrian VMAX. Kaart ziet er op zich redelijk gecenterd uit. Ook onderop wel. Ik weet niet of die aan de onderkant zo breed moet zijn, maar volgens mij ziet het er op zich wel clean uit. Even kijken hoe de achterkant van deze kaart eruit ziet. Nou, qua centering is het allemaal goed. Zitten er nog witte puntjes op of zo? Misschien hier rechtsboven. Daar. Oh ja, kijk, zie je de onderkant, hier zo, die is wat breder dan de bovenkant. Dus het zal geen 10 zijn, dat geloof ik niet. Maar we gaan peel to reveal doen. Deze kaart, de Umbrian, een VMAX, full art uit Evolving Skies 2021 is een 9,5. Kabooming! Fucking goeie kaart, is evenaring van mijn hoogste kaart die ik tot nu toe heb. Dus die is heel nice. Even kijken wat mijn andere kaarten ook weer waren. Ik heb een Flannery van 9,5. Een Level Ball van 9,5. Een Fan of Waves van 9,5. En een Pikachu VMAX Rainbow. Dat is mijn waardevolste kaart die ik tot nu toe heb. Maar misschien dat er inmiddels een waardevollere kaart bij zit. Kaboom van Nando. Die is... een 9, maar dat is wel mijn waardevolste kaart. Maar er is dus een 9,5 bijgekomen. Een Umbrian VMAX. Maar dat peel to reveal vind ik wel echt een hele coole toevoeging. Dus, dat is hem. Dan gaan we door naar de volgende. Ik heb 5 kaarten opgestuurd, dan weten jullie dat. De volgende is...
Deze mooie Livian VMAX. Rainbow. Rainbow Rare. Centering. Onderkant iets te dun, denk ik. Dus ik denk dat ook dit geen 10 is. Aan de zijkanten wel goed. Maar ik denk dat de onderkant iets te dun is. Hier, even kijken. Qua centering, ik denk dat de rechterkant wat breder is dan de linkerkant. En de bovenkant ook. Oeh, ik denk dat dit mijn laagste kaart wordt. Ik denk dat dit een 8,5 is. Wat denken jullie, die er nog in de chat zijn? Wat denken jullie dat dit voor... Nando denkt een 9. Oké. Ik ben benieuwd wat Sander denkt. Dan gaan we Peel to Revealen. Een 7,5? Oeh, nee, ik denk wel hoger dan de 7,5. Ik denk een 8,5. Het was Livian VMAX Rainbow Rare van Evolving Skies. Een 10? Huh? Lol, dit is een 10. Maar dan heb ik gewoon niet goed gekeken. Dan is denk ik het dunne, wat je hier ziet. Ik denk dat ze dan naar andere dingen kijken dan alleen de edging. Ik denk, dit is dus blijkbaar een fucking goede kaart. Holy shit. Nee, dat maakt, de rarity maakt niet uit. De echte, hoe goed de kwaliteit van de kaart is. Dan zitten er dus waarschijnlijk nergens echt puntjes op. Want dat verschil wat ik zei hier aan de achterkant. Hè, er mag een marge op zitten van 45-55, zeg maar. Dus hij mag, als ik het goed zeg, sorry als ik het niet goed zeg, maar 10% verschil in zitten. Dus dit is blijkbaar een fucking goede kaart als het gaat om hoe goede staat die is. Een 10, nice. Ik heb mijn eerste 10 te pakken. Holy shit. Heel ziek. Dan gaan we zo meteen naar een kaart. Dat kan mijn één na waardevolste kaart worden als die hoger geprijsd is. Dat is deze kaart namelijk. De Gengar VMAX. En ik zie al dat de laatste kaart die we straks gaan proberen... Dat mijn kaart is die hun het vet stonden. Dat was de Umbreon Star. De Gengar VMAX. De Alternate Art. Dit is een hele waardevolle kaart. Dit is een... Nee, dat gouden dat mag je zelf kiezen. De bovenkleur. Die mag je zelf kiezen. Even kijken. Ja, ik kijk altijd naar centering. Ik denk dat deze centering niet 100% is, maar kan wel. Als dit een 10 is, dan is het een hele waardevolle kaart. Misschien wel waardevoller dan die Pikachu die ik achter me heb. De achterkant ziet er goed uit. Volgens mij zit er ook niet echt iets van witte puntjes of zo op, of beschadigingen. Dit kan een hele goede zijn en deze kan echt ook heel veel waard zijn als deze een hoog cijfer heeft. Wat bedoel je met warped? Deze Gengar Alternate Art Secret Rare is een 9,5. Hij is fucking veel waard, deze kaart. Deze kaart is fucking veel waard. Heel ziek. En voor deze heb ik paars gekozen natuurlijk. Voor bij de paarse Gengar. Oh mijn god. Deze kaart is heel veel waard. Meer waard dan... misschien evenveel waard, maar ja, ik weet het niet. Die Pikachu die ik daarop staan, die is veel waard. Maar deze kaart is ook heel veel waard. Dan. Een Shining Magikarp. Deze kaart heb ik gewoon laten graden omdat ik dit een vette kaart vind. Heb je niet opgelet, Sander? Het was een 9,5. Centering... Hij lijkt dik en aan de boven- en onderkant, maar dat was op dat moment gewoon de staal van de kaart. Dus ik denk dat de boven- en de onderkant, die zijn ongeveer even dik. Dus qua centering daar zal het niet heel veel uitmaken. Ik zie hier een vlekje zitten volgens mij. Ik denk dat dat een vlekje is. Dus dat is een vlekje, dus het zou kunnen zijn dat hij niet, niet zo'n hoog cijfer is. Verder qua centering... Op zich prima. Maar het kan ook een stofje zijn dat geen vlekje is. Oh, het was een stofje. Dus het hoeft geen vlekje te zijn. Dit kan gewoon een hele goede zijn.
Denk je Magic Carp een 8? Ik denk hoger. Ik denk dat we weer tegen 9, 9,5 is. Als ik niet lager dan 9,5 heb, dan ben ik echt mindblown vandaag. Dat zou fucking vet zijn. Oké, okay, peel to reveal. Het is Shining Magic Carp Classic Collection. Een 10. Ik dacht het al. Deze kaart zag er echt fucking goed uit. Nog een 10. Heel ziek. Heel ziek. Omdat ik dat nu aan het uitpakken ben, Munty. Heel ziek. Oh mijn god. Nog een 10. Heel vet. Want ik had nog geen 10 en nu heb ik gewoon al 2 tienen binnen. Ik vind deze gele met die zwarte letters vind ik echt ziek. Die tag bovenin. Dat met zwarte letters vind ik echt heel gaaf. En nu komt wel mijn favoriete kaart die ik heb opgestuurd. En ook de favoriete kaart van Chad en Tyler. Die ze hebben gegrade. Is de Shiny Umbreon. En deze Shiny Umbreon heb ik gevraagd. Maar ik weet niet of het kon. Dus ik heb... Ik hoopte dat het kon. En als het niet kon, dan is dat jammer. Maar je kan er eentje kiezen. Die is zo zwart met goud aan de zijkant. Ik hoop dat het kon voor deze kaart. Maar we gaan het zien. Ik hoop echt dat... Dat gelukt is. Ik wil hem eigenlijk heel eventjes scherp gesteld hebben. Zodat we hem heel even kunnen bestuderen. Als dit een 10 is, dan word ik echt, ben ik echt heel blij. Ik denk dat de centering goed is. Ik zie niet hele rare specs of zo. Ah, als deze kaart, jongens, een 10 is, dan word ik zo blij. Het was wel hun favoriet, dus... Maar dat zegt niks, want die Pikachu was hun vorige keer een favoriet. En dat was wel mijn minst gegrade kaart. Dus het is waarschijnlijk gewoon de favoriete kaart die erbij zat. Ik denk dat het gelukt is. Kijk, zwart, classic, collection, een Umbreon Star. Oh, vet met die ster erbij. En het is... Een 9,5. Ah ja, dat gouden kan alleen als hij een 10 is waarschijnlijk. Ah, nice. Heel nice. Ik vind deze kaart ook echt vet. Maar ik heb gewoon nu 2 tienen. Dat is wel echt super vet. Even kijken. Dat peel to reveal, dat is echt vet. Zeker om op stream te doen. Dus ik denk dat ik nog weer kaarten ga sturen. Als ik Brilliant Starts heb geopend. Ik denk dat die volgende week binnenkomt. Misschien de week daarna. Nog heel eventjes een recap van deze kaarten. Een 9 en... Ik heb 3 9,5 en 2 tienen. Dat is fucking goed. Natuurlijk kijk ik van tevoren wel wat ik opstuur. Ik ga natuurlijk niet iets opsturen waarvan ik het vermoeden heb dat het een slechte kaart is. En natuurlijk de 10 van een van de tienen van vandaag, de Shiny Magic Carp. Als je scherp stelt. Nee. Je hebt meerdere. Je hebt er 3 of zo. PSA is de bekendste, maar als je daar iets op stuurt, dan duurt het ruim een jaar voordat je ze terug hebt. En ik heb bij TGA gedaan en dan kan je dus die kleuren hier en zo kan je dus allemaal kiezen. En Card Market doet het blijkbaar ook. 9,5 Gengar Alternate Art. De 10 Leafeon Rainbow Rare. Hey, Myra. En natuurlijk de VMAX Umbreon 9,5 mint. Ik ben erg blij. Shiny Magikarp, ja, inderdaad. Dus dat was de verrassing dat ik mijn gegrade cards ging laten zien. Dit wordt natuurlijk een video op zich, maar ik ga natuurlijk ook gewoon nog verder met streamen.